Jullie zijn bij Grasvally Nederland BV in Breda. En hier worden camera's ontwikkeld en geproduceerd en geserviced voor de broadcastmarkt. En dan moet je denken aan voetbalwedstrijden, Olympische Spelen, Eurovisie Songfestival, maar ook kleinere zaken, ook een Sinterklaasintocht. Grasvally zit in Nederland, in Duitsland en in de Verenigde Staten. We hebben over de hele wereld verkoopkantoren. Een paar jaar geleden toen moest er een bepaalde klus gedaan worden aan de Viper. De mensen binnen mijn groep zaten vol. Ja, en dan ga je kijken hoe kan ik dat invullen. Nou, met Topic contact opgenomen en Michael is toen hier aan de slag gegaan. En je zag snel dat hij zijn draai vond binnen de groep. Ik ben Michael Mark, ik werk bij Topic Embedded Systemen. En een tijdje geleden heb ik hier bij Grasvally voor Wim van Diepen gewerkt. Als camera software engine. Hey, voor jou? Ja, goed. Ja. 7 jaar geleden. Samen met het software team gingen we requirements voor nieuwe camera's eigenlijk introduceren. Ja, die LDK-camera, dat is de soort camera dat ik eigenlijk software voor schrijf. Voorkant zie je de lens en hierin is eigenlijk de processorstuk. En ik schrijf software voor dit. En hier bovenop is de zoomsysteem. Met een hele lichte touch kun je heel snel inzoomen, maar dan ook heel traag uitzoomen als het nodig was. Het geeft heel soepel bediening. Die software daarachter heb ik geschreven. We zijn heel erg gefocust op onze camera's en hoe je daar software voor maakt. En een bedrijf als Topic en de mensen daar die hebben natuurlijk bredere ervaring. En dat geeft je vaak ideeën van daar hadden we nog niet aan gedacht of dat wisten we nog niet. En zij zijn ja, juist de toegevoegde waarde en juist in die breedte. Wat de leukste was, ja, de kennis dat alles dat ik deed. Het ging in een camera en die was gebruikt met allerlei supergelegenheden. De Olympische Spelen of in Hollywood zelfs. Dat is echt heel leuk. We doen al heel lang zaken samen met Topic. En dat zorgt ervoor dat je niet elke keer opnieuw zaken moet gaan uitleggen. En dat, je hebt eigenlijk al bijna een half woord met elkaar genoeg. Dat is heel fijn. Als ik mijn werk in één woord moet samenvatten,